Waar gaat het eigenlijk om, de komende gemeenteraadsverkiezingen? Wanneer je in Groningen de media volgt, lijkt het soms alleen maar te gaan over het Groninger Forum. Dat is heel merkwaardig, want al in 2005 nam de gemeenteraad het besluit om een forum te bouwen. Dus de huidige discussie is 5 jaar te laat. De SP was vanwege de hoge kosten tegen het forum. Heeft tegengestemd in de raad, maar een meerderheid was voor. Toen heeft de SP via een referendum in 2005 geprobeerd dat raadsbesluit terug te draaien en daarmee de bouw van het forum te voorkomen. Ook dat is mislukt, een meerderheid van de stadjes stemde voor. Toen heeft de SP zich neergelegd bij de komst van het forum. Maar ik vind het om nog een andere reden heel erg jammer dat er nu zo wordt blind gestaard op dat forum. Want met de komende verkiezing op 3 maart, dan beslist u over veel belangrijke zaken. U beslist erover of Groningen sociaal blijft of een beetje asocialer wordt. Landelijk komen er gigantische bezuinigingen op ons af. En het gaat erom waar het nieuwe gemeentebestuur voor kiest. Blijven we doorgaan met het verduurzamen van de stad, met de isolatie van woningen, met het zoeken naar duurzame energiebronnen? Gaan we woningen bouwen voor gezinnen, voor studenten, waarmee we ook overlast in woonwijken terugdringen? Zorgen we nog voor onze vereenzamende of dementerende ouderen? Zorgen we dat de centra voor jeugd en gezin zijn, waar ouders opvoedingsondersteuning kunnen krijgen en heel gemakkelijk terecht kunnen? Zorgen we ervoor dat er nog speelplekken in de stad zijn, goed onderhouden en verspreid over de wijken? En dat we een beetje zuinig zijn op de natuur in de stad? Ik kan zo nog heel lang doorgaan. Het gaat op 3 maart over al deze thema's, maar het lijkt alleen maar te gaan over het forum. En dat is eigenlijk verleden tijd. Dus beste mensen, ik mag u oproepen, verdiept u zich alstublieft in al die andere belangrijke zaken en maakt u op 3 maart een keuze voor een sociaal Groningen dat sociaal blijft. Stem dan op de SP. Tot zover voor vandaag. Tot morgen.